Stap in de wereld van de Teacher Tech Heroes, een krachtige podcastreeks vol inspirerende interviews met toegewijde leraren. Ontdek hun successen en uitdagingen en hoe ze technologie gebruiken bij hun dagelijkse onderwijs. Jouw gastvrouw, Laura Walter-Goudsmit, ging in gesprek met leraren in Nederland. In een wereld die nooit stilstaat, waar groei en verandering de norm zijn, ontdekken we samen hoe deze leraren voortdurend evolueren, verbeteren en leren. Laat je inspireren door deze dynamische podcastafleveringen die een podium geven aan de leraren en aan onderwijs in een digitale maatschappij. Dit zijn onze Teacher Tech Heroes. Welkom iedereen bij de nieuwste aflevering van de Teacher Tech Hero. Eind mei 2024. Even om wat tijdslijn mee te geven. En een nieuwe aflevering betekent weer een nieuwe gast. Welkom Barend. Dankjewel. Hallo, goedemiddag. Superleuk dat je te gast bent in de podcast van de Teacher Tech Heroes. En voordat we lekker in gesprek gaan met elkaar, de diepte induiken, zou jij je willen voorstellen? Jazeker. Mijn naam is Barend. Ik ben 37 jaar op dit moment. Ik woon in Maastricht met heel veel plezier. En ik kom uit het basisonderwijs. Ik werk nu eigenlijk als onderwijsmaker in verschillende lagen van het onderwijs. Als spreker, als schrijver. En ik schrijf voor docenten over technologie in het onderwijs. En ik schrijf ook voor kinderen alles wat ik bedenk en leuk vind. Cool. En je zegt, ik ben begonnen in het basisonderwijs, maar ja. Hoe ben je überhaupt beland in het mooie onderwijswereld? Nou, ik heb vroeger bij Defensie gezeten, omdat ik niet wist wat ik met mijn leven moest naar de middelbare school. En toen na 4 jaar gediend te hebben, dacht ik ga lekker weer terug naar de burgermaatschappij, zoals ze dat daar noemen. Maar wat ga ik nou doen? En toen ben ik een studie gaan doen, kunst en economie, omdat ik zo dacht van, nou, dan kun je festivals organiseren. Dat was een beetje zo'n willekeurige studie. Maar na 3 maanden kwam ik er eigenlijk al achter dat dat niks voor mij was. En toen moest ik weer gaan nadenken. En toen zei op een gegeven moment iemand tegen mij, is leraar niet wat voor jou? En mijn eerste reactie was, ben jij gek? Ja. En toen was toch het zaadje geplant. En toen zei nog iemand dat tegen mij, nog iemand. En nou ja, toen begon een beetje dat idee te groeien. Toen heb ik me eerst aangemeld voor de lerarenopleiding Economie, was het geloof ik, of aardrijkskunde, een van de twee. In het VO, zeg maar. Yeah. En toen had ik de toelatingstoets niet gehaald, omdat mijn Nederlands niet goed genoeg was. Dat is best wel raar voor wat ik nu doe als schrijver zijnde. Yeah, maar toen was het gewoon niet goed genoeg. Toen heb ik bijles genomen, heb ik een jaar lang Nederlands bijles genomen. En toen heb ik me voor de PABO aangemeld. Superleuk. En dan eerst begonnen in het basisonderwijs. Heb je dan alle groepen gehad? Hè? Want dan ben je een soort unicum in het basisonderwijs. Maar zoveel meesters zijn er daar niet. Nee. Ja, kleuters gedaan, bovenbouw gedaan, schoolleider geweest. En eigenlijk liep ik al vrij snel tegen de grenzen aan van die praktijk. Omdat ik wilde innoveren. Ik was allemaal tooltjes aan het gebruiken. Ik had een hele Facebook community opgezet met al mijn ouders. En op een dag kwam de directeur naar me toe en die zei iets in de trant van, Barend, stop met wat je aan het doen bent, want als jij het doet, moet iedereen het doen en daar heeft niemand zin in. En toen dacht ik, wow, oké, dan zit ik niet helemaal op de juiste plek. Nee. En ben ik toen onderwijswetenschappen gaan studeren. En toen begon ik eigenlijk meer na te denken over het bredere systeem, over wat is leren eigenlijk. Technologie op een andere manier te bekijken, toetsing in een ander daglicht te zien, et cetera. Ja, en nu, veel mensen kennen jouw naam, hè? Gewoon ook omdat jij samen met Marieke van Os een ongelooflijk mooie community hebt opgezet, de e-community. Ja, wil je daar ons wat meer even over vertellen, over de community? Ja. Ik vind dat zo'n mooi initiatief, ik vind dat het echt nog wel een extra podium mag verdienen. Dank je, leuk omdat je het zegt. Ja, kijk, toen ChatGPT gelanceerd werd, werd ik ineens bestookt met vragen over die tool. Waarom? Omdat ik al een beetje wat bekendheid had vergaard met mijn boeken over blended learning. Ja. En AI is eigenlijk een soort nieuw ingrediënt van je blend. Dus ik kreeg allemaal vragen. Nou ja, vanzelfsprekend verdiepte ik mij daarin. En steeds meer en meer en meer. Opeens lag er een boek op tafel over AI in het onderwijs. En ja, ik hou gewoon heel erg van kennisdeling. Dus ik post heel veel op LinkedIn. Ik schrijf artikelen, blogs en met mijn boeken. En op een gegeven moment
merkte gewoon van, nee, maar is het niet tof om ook een community te hebben waar je kan uitwisselen? Want op LinkedIn is het zo breed, het gaat alle kanten op. Ja. Dan moet ik erbij zeggen dat ik al een tijdje in een andere community zat, waar het echt ging over leren en ontwikkelen in organisaties. Rondom AI. En toen dacht ik, hey, maar voor onderwijs is die er eigenlijk helemaal niet. Nou ja, toen was ik met Marieke aan het kletsen. Die ken ik ook uit het veld. En toen zeiden we, laten we het gewoon doen. We maken gewoon een community. We zetten het op LinkedIn. Eens kijken wat erop komt. En het was wel grappig, want binnen 2 dagen hadden we 300 man in die community zitten. En overdonderd door de aanmeldingen. En ook toen hing ineens Surf aan de lijn. Met, hey, wij zijn ook bezig met de community. Kunnen we dit wel even op elkaar afstemmen? En we dachten, oh, jee, ja, wij zitten niet gebonden aan een school of een instelling. We doen dit gewoon als we zin hebben. Nou ja, en dat groeit dan in één keer als een malle. En gelijk al zo groot dat je ook gelijk serieus wordt genomen. Dat was wel leuk. En nu zitten we al op 800 leden. Ja, ja. En het is echt super waardevol. Ik ken Marieke ook heel erg goed. We zijn samen gewoon naar Curaçao geweest om mijn visie op digitalisering te doen voor de schoolbesturen daar. En ik weet dat ook, zij is ook echt zo'n aanpakker. Als er een idee is, blijft dat niet bij een idee meestal. Het gaat ook gelijk in de uitvoering. Dus jullie hebben elkaar echt prachtige daarin gevonden. En wat ik echt heel mooi vind van de community, hè, want ik ben ook deelnemer daarin, is dat er zoveel wordt gedeeld van wat er al gebeurt in de praktijk en het mooiste wat er gebeurt, maar dat er ook altijd gewoon een kritische noot bij is, hè, gewoon ook rondom de ethiek en de veiligheid. Je ziet echt gewoon dat mensen die in de community zijn allemaal heel erg bewust zijn van de kansen, maar ook de risico's en elkaar ook gewoon enorm helpen om hun eigen kennis op een hoger niveau te tillen. En echt een soort expertgroep. En ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen heel stilletjes meelezen die misschien wat minder expert zijn. Maar er is echt een grote groep binnen de community die enorm veel expertise gewoon deelt uit puur passie van elkaar helpen. Ja, ik vind dat echt echt mooi om te zien hoeveel hoeveel nuance er wordt aangebracht. Hè? Want vaak in online stukken of publicaties is dat niet altijd de ruimte. En nu heb je gewoon meteen allemaal perspectieven en kun je het veel gelaagder. En ook in alle sectoren, want er zitten mensen van de basisschool tot universiteit en alles daartussenin. En dan krijg je gewoon echt een breder begrip. Dus ja, dat vind ik heel waardevol. En ik hoor ook wel van mensen dat ze soms wel overdonderd worden door de hoeveelheid aan berichtjes. Maar tegelijkertijd moet hem op mute zetten, mensen. Ja, zet hem op mute inderdaad. Dat is de beste tip. Dat is stap 1. En als je wat nodig hebt, moet je zoeken. Ja, precies. Ja. Dat is wat het werkt. Nee, maar ik vind het ook, weet je, dat is voor mij ook. Ik doe dit digitalisering van het onderwijs. Onderwijsinnovaties doe ik al bijna 15 jaar. En toen kwam AI en ik werd wel echt gewoon dat ik dacht van holy cow, oké, dit kan wel echt gewoon een gamechanger zijn. En op meerdere aspecten, vind ik. Want ik ben altijd heel erg op het stukje veiligheid en ethiek. Hè? De mensen die mij goed kennen weten dat. Dit is echt gewoon iets dat ik heel belangrijk vind. Zeker de veiligheid van onze jeugd online. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Maar ook grip op je digitale identiteit, bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik ook heel belangrijk. Maar wat ik echt gewoon heel erg gewoon fijn vond, is dat ik gewoon mijn kennis op AI en op AI in het onderwijs was vrij laag. Gewoon in de opkomst, in de hele rise of AI. Terwijl sommige van mijn collega's echt al veel verder waren. En ik ben best wel tech savvy en de mensen weten dat ook wel. Maar toch dacht ik met AI van, hier heb ik bijscholing nodig. Ja, zeker. En door echt het lezen en ook al kan ik niet alles lezen, maar gewoon echt stukjes te plukken, dan merkte ik echt gewoon van wauw, ik kan hier wat mee, weet je. Er wordt echt zoveel gewoon waardevol. Of je gaat een gesprek met een van de deelnemers aan. Je gaat gewoon echt een stukje vergroten. En jullie zijn ook eigenlijk, jij ook echt gewoon met jouw boek ook echt super chatten met Napoleon. Misschien kunnen we daar zo meteen even wat meer over vertellen. Ja. Toen dacht ik van ja, maar als ik als tech savvy tegen de lamp aanloop, hè, dat ik echt denk van wat moet ik ermee? Mm-hmm. En ik ondertussen zie dat er gewoon echt wat gaat gebeuren aan het onderwijsontwerp, hè, door de komst van deze technologie en de toekomstige technologie. Hè, want we zijn nog lang niet klaar met wat eraan komt. Nee, dacht precies. Ik van ja, het is gewoon essentieel om die kennis te gaan delen.
delen met elkaar in het plat te slaan. Dus ik heb gewoon voor even trainers dan het werk die whitepaper toegeschreven. Ja, dat was eigenlijk gewoon puur bijscholing van mezelf. En echt gewoon iedereen die waarschijnlijk op hetzelfde nulniveau zat dan ik. Gewoon helpen om de eerste stap te zetten. Ja. Want de kennisniveau in de community is echt gewoon ongelooflijk hoog. Af en toe dat ik echt dacht, waar heb ik het over? Ja, maar, klopt. Jij hebt het wel echt ook in alles wat je doet, hè, Barend, vind ik wel echt mooi. En dan wil ik heel graag eventjes over jouw boek terugkomen. Je maakt het gewoon heel erg praktisch. En dat mensen dat ook echt gewoon kunnen begrijpen. En ja, waar zit die drive bij jou om dat constant weer te doen? Want dat heb je gedaan met blended learning, nu heel erg op het thema van AI. Ja, ja. Ik denk dat dat ontstaan is in de kleuterklas. Ik heb een mooie anekdote daarover. Ik had lesgegeven. Ik had, zeg maar, de kinderen gingen werken, zoals ze dat al vaker doen. En dan geef ik ergens instructie. En andere plek zijn ze zelfstandig bezig. En we hadden dan op de gang hadden we de zandbak. En er waren twee kiddo's aan het spelen. Groep 1 en 2. En nou ja, het werk was bijna voorbij, dus ik ging rond en ik ging iedereen aansporen om te stoppen, want we gingen naar het eten toe. En ik zei tegen die twee kinderen bij die zandbak, jongens, even opruimen, we gaan zo meteen weer in de kring en we gaan eten. Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik loop weer naar binnen, nou, gaan we verder met de andere kinderen. En ik ga weer naar buiten om te kijken hoe het ervoor stond. En ze hadden niks gedaan. En toen vroeg ik aan hun van, jongens, hoezo... Hebben jullie nou niet opgeruimd? Ik heb dat ook net gezegd. Waarop een van die twee coaches mij aankijkt en die zegt, meester, wat is opruimen? En toen dacht ik in één keer, holy moly. Ik kan wel alles zeggen wat ik denk dat in mijn hoofd zit en hoe het allemaal zit. Maar dat betekent helemaal niet dat iedereen dat begrijpt. En dat principe heb ik eigenlijk altijd in mijn achterhoofd gehouden. Maar we hebben in onderwijs ontzettend veel concepten. Eigenaarschap, coach, regie op je leerproces, blended leren, hybride leren, AI, al die termen. Ten eerste is het maar de vraag of iedereen weet wat het betekent. Eens. Ten tweede is het maar de vraag of we allemaal dezelfde betekenis erop nahouden. Nou ja, ik kan je nu alvast zeggen, dat weten ze heel vaak niet. Dus ik heb inmiddels mezelf aangeleerd dat als ik met trainingen geef of lezingen geef en ik zeg een moeilijk woord, dat ik dan altijd denk, oh ja, even checken, hebben ze het begrepen? Of ik leg het gewoon meteen uit, dit betekent in Jip en Janneke taal dit of dat. Ja. En dat heb ik eigenlijk in al mijn werk gedaan. Niet voor niets maak ik ook die filmreeks Barend legt uit. Ja. Waarin ik gewoon complexe onderwijsconcepten pak. Waarvan ik denk, laat ik er eens gewoon een Jip en Janneke uitleg van maken. Zodat mensen eens een beetje begrijpen waar het eigenlijk over gaat. En nou ja, ik denk dat dat gewoon iets is wat mij kenmerkt en wat mensen waarderen. Ja, naar mij absoluut. En ik denk dat het ook het feit dat het zo toegankelijk is, hè, en uitgelegd wordt gewoon op de meest simpelste wijze. Maar dat is echt wel, daarin neem je mensen mee. Want wat je ook zegt, hè, we hebben een mooi onderwijsstelsel met allerlei concepten. En ik had het van de week met gespreid leiderschap. Er werd gezegd, ja, onze directeuren hier hebben gespreid leiderschap. En toen dacht ik, ja, maar ik weet zeker dat mijn definitie van gespreid leiderschap niet diezelfde is dan jou. Dus ik dacht ook van, zou je me willen uitleggen hoe dat eruit ziet in de praktijk? En die bestuurder zei ook echt tegen mij van, ik vind het echt wel heel erg leuk dat je die vraag stelt. Ja. Dus ja, maar we moeten wel op dezelfde golflengte zitten, want anders gaat het gewoon niet lukken. En dat gaat zo vaak mis en niet voor niets. Er is een mooi model over blended leren. Dat heette het met een duur woord, of een dure titel eigenlijk moet ik zeggen. Even kijken hoe heet het ook weer. Het Framework for Adoption and Implementation of Blended Learning in Higher Education. Dat is hem. Hele mond vol. Maar eigenlijk komt het erop neer, en nu ga ik, hè, Jip en Janneke taal. Ja. Het is eigenlijk allemaal criteria waar je aan moet voldoen om in je organisatie blended leren te implementeren. Nummer 1, bovenaan, is welke definitie heb je eigenlijk voor blended leren? Kijk. Dat is zo voorwaardelijk voor alles. En dat geldt ook voor al die andere definities. En ik heb al eens een keer gezegd, als ik ooit ga promoveren, dan ga ik promoveren op het gebied van taal als barrière voor innovatie. Ja. Maar ik denk dat dat wel echt een hele goeie, hè? Ik bedoel, ik ben voor jou in EdTech. Nou, echt af en toe zitten we gewoon over onderwerpen te spreken. Dat ik echt denk van, ja, maar
dat is het probleem. We kunnen dit niet doorvertalen. Dus mensen kunnen er helemaal niks mee. Weet je, dit werkt gewoon niet. En je, ook over wat je zegt, ook zoals onderwijsinnovatie. Er gebeuren gewoon dagelijks ook binnen scholen onderwijsinnovaties. Het hoeft niet gelijk te zijn dat er gewoon een grote tech-giga-ding binnenkomt of wat dan ook, weet je. Dus het is gewoon ook echt inhoudelijk dat gesprek aangaan met elkaar. Van waar hebben we het over? Waar willen we naartoe? En hoe gaan we die weg nemen? En dan is dat gewoon het begrip die wij daaronder begrijpen. Precies. Maar daar begint het mee. Dat gesprek met elkaar op dezelfde golflengte. Ja. En ik denk dat we dat toch heel vaak ook vergeten. En dat gebeurt in onze hele maatschappij. Dat gebeurt vanuit de riemen van OCW. Dat gebeurt aan alle kanten. Maar het is wel essentieel. Dat bevragen, dat inzicht krijgen van... staan we op dezelfde stap hier op de trap? Weet je gewoon, het is wel heel essentieel. Ja, exact wat je zegt. Dus in de hele samenleving speelt dat. Dus helemaal mee eens. Ik moet dan ook altijd denken aan het voorbeeld dat belastingbrieven van de Belastingdienst altijd heel moeilijk te lezen zijn. Door heel veel mensen. Omdat er ook allemaal jargon in staat en hele ambiguë dingen. En toen zag ik laatst een oplossing voorbij komen waarin ze met AI een tool hadden ontwikkeld om dan die brief te scannen. Om hem dan naar een makkelijker niveau om te laten zetten. Ja. En toen dacht ik, maak die brieven dan gewoon makkelijker. In plaats van dat we weer een technologische oplossing gaan bedenken voor zo'n brief. Maar goed, het is wel mooi om te zien waar AI heen gaat. En dat die daar, dat merk ik ook wel, dat AI in het onderwijs en de sessies die ik doe ons ook wel weer wat meer dwingt om na te denken over bepaalde concepten en wat het betekent om mens te zijn en wat bindingen. Nou ja, het wijkt misschien een beetje af van de definitie van zaken, maar ik vind het ook wel belangrijk. Nee, maar ik denk ook dat je hier een terecht punt hebt, hè? Want ik merk gewoon dat AI van alle technologieën die we tot nu toe hebben gehad echt gewoon een urgentie creëert. Omdat het tikt gewoon aan het onderwijsontwerp. Dus stiekem jaag ik dit wel heel erg hard toe. Want ik denk dat het ook wel echt tijd is dat we gewoon anders of... Ik wil niet zeggen beter, want dat is het niet. Maar dat er wel gewoon echt iets gedaan wordt aan het onderwijsontwerp. Hè, geheel, hè, voor onze jeugd die nu opgroeit. Voor mijn kinderen, voor de rest van de kinderen die er zijn. Maar ook gewoon... Wat ik mooi vind van AI is dat je ook gewoon die onderwerpen van de menselijkheid aantikt. Hè? Dus dat stukje ethiek, dat stukje ook kansengelijkheid. Het stukje gewoon, er zijn zoveel aspecten rondom deze technologie, hè, publieke waardes, die voorheen niet aan het licht zijn gekomen in de gesprekken rondom digitalisering van het onderwijs. En wij zien het ook in de gesprekken die we hebben met scholen, dat we het gesprek op een heel ander niveau nu aan het voeren zijn dan dat we voorheen deden. En dat maakt het ook zo bijzonder, dat je er voor of tegen bent. Hè? Los van wat je ervan vindt van deze technologie, het brengt een ander type gesprek op gang. Precies. Ja, nee, ja, ik kan het niet in andere woorden beter omschrijven. Ik ben het helemaal met je eens daarin. En dat vind ik heel waardevol. Ik vind het echt mooi dat we nu een beetje gedwongen worden om terug te gaan naar de vraag waartoe zijn wij hier op aard? En waartoe dient het onderwijs? En dat zijn vragen die wat mij betreft niet vaak genoeg gevraagd kunnen worden en besproken kunnen worden in de koffiekamer, in de klas, maar ook met je leerlingen en je studenten. Zeer waardevol en hopelijk leidt dat ertoe dat we onze human touch bewaken en waarborgen. Ja. En dat we ook onze soevereiniteit en digitale soevereiniteit weten te waarborgen. En ik zie daar wel ook risico's. En die zijn er ook wel echt. Ja. Maar ik zie ook gelukkig een heleboel plekken waar het de goede kant op gaat. Ja, precies. Want jij bent hier al echt wel een tijdje mee bezig. Hè? Ik kan echt wel oprecht zeggen dat je een van de voorlopers bent. Hè? Qua kennis, maar ook gewoon hè, qua doorvertaling naar het onderwijs. Hè? Want heel veel, hè, er was een hele hype hè, eind 2022. Ja. Hier komt je GPT. Weet je, en was ook gewoon heel veel berichtgeving erover. Maar we weten inmiddels ook wel hè, dat het gewoon veel breder is. En als je niet weet wat hij precies gewoon... Ina, dan kijk even naar de filmpjes van Barend uitlegt. Want daar wordt het heel erg duidelijk uitgelegd. Oh ja.
Maar als je dan een beetje vanuit jouw expertisepunt een beeld kan schetsen van hoe zit het onderwijs erin? En natuurlijk kom je dan op school en geef je dan workshops of trainingen of lezingen. Maar wat is jouw algeheel gevoel als je een beetje een stukje analyse kan doen van wordt het omarmd? Gaan we nu keihard tekeer? Wat zie jij? Ja, dan ga ik even heel hard generaliseren. Ja, want anders kan ik daar geen antwoord op geven. Ja. Ik zie dat het voortgezet onderwijs het zwaarst heeft. En ook het moeilijkst meebeweegt. En dat heeft te maken met de manier waarop dat georganiseerd wordt, dat onderwijs. Ja. Heel veel vakken naast elkaar. Sterke nadruk op het centraal eindexamen, het schoolexamen. Dus een summatieve toetscultuur, ook wel in jargon genoemd. Ja. Is het voor een cijferverhaal wat de leerlingen heel vaak stellen. Zorgt ervoor dat er weinig ruimte is voor veerkracht en innovatie. Tegelijkertijd is dat ook de sector waarin de leerlingen als een malle AI aan het gebruiken zijn, stiekem. En dan denken heel veel leraren dat ze dat altijd maar eruit halen. Dat halen ze er niet altijd uit. Echt niet. De enige die je eruit haalt. Het is zo leuk om experimenten te doen. Precies, dat zijn echt de leerlingen die je eruit haalt, zijn de leerlingen die de foute dingen ermee doen en te lui zijn, maar de vernuftige leerlingen haal je er niet uit. Dus dat geldt niet voor alle VO-scholen, hè. Dus begrijp me niet verkeerd, daarom zeg ik generaliseer. Maar daar zie ik wel dat de sector het moeilijk heeft en dat er ook veel wordt ingegeven. Je mag niet vals spelen, we zetten er plagiaat op en we gaan het helemaal indammen. Ja. In het PO speelt die disruptieve factor minder, omdat in het PO leerlingen de hele dag op school zitten. Dus ze kunnen hun huiswerk niet met AI maken, nee, omdat er geen huiswerk is. Daar spelen natuurlijk ook wel weer hele andere problemen, want we willen eigenlijk dat we aan digitale geletterdheid werken. En dat we dus ook in de klas met AI werken. Nou, ik heb mijn boek Chatten met Napoleon genoemd met een reden, omdat ik had bedacht, je kunt bijvoorbeeld, vroeger las ik dan een tekst over Napoleon samen met de leerlingen en dan gingen ze vragen maken. Nu zou ik een digitale avatar van Napoleon kunnen maken die vragen beantwoordt. En dan kunnen we met de leerlingen vragen stellen aan Napoleon zelf. En dan is de vraag interessant, klopt het wat hij zegt en hoe komen we daarachter? Dan werk je dus aan taal, aan geschiedenis, aan informatievaardigheden, aan digitale geletterdheid, allemaal geïntegreerd. Dus daar zie ik dat meer lesgeven over AI heel belangrijk is. Ook omdat we leerlingen moeten voorbereiden op mediawijsheid, op omgaan met een wereld waar AI gewoon wordt. In het VO spelen dan nog wel andere risico's mee, waar bijvoorbeeld deepfakes van scholieren kunnen gaan zingen of digitaal pesten, noem maar op. In het MBO en hoger zie ik weer grote verschillen tussen opleidingen, omdat sommige opleidingen zijn ook heel sterk op die toetsing gericht. Andere opleidingen zijn veel meer gericht op authentieke beroepssituaties, waarin AI eigenlijk helemaal geen bedreiging is. Bijvoorbeeld challenge-based education, waarin de studenten echte opdrachten voor echte opdrachtgevers doen. Ja. Nou, die opdrachtgevers die stellen gewoon de vraag, vertel maar hoe je AI hebt gebruikt, want dat willen we graag weten. Ja, in plaats van, het mag niet of je moet het omzeilen. Dus daar zie ik wel weer andere issues spelen. Zeker in de universitaire sector, waar heel veel op taal wordt ingezet. Scriptie schrijven, essay schrijven, opstel schrijven, wat je allemaal thuis doet. Ja, daar is ook wel weer een hele grote bedreiging voor de authenticiteit. En daar zie ik dat het veld wel heel erg bezig is met de focus van het eindproduct naar het leerproces te verschuiven eigenlijk. En dat men daar op die manier erover nadenkt. Maar ook wel heel veel vanuit een vertrouwen probeert te werken in dialoog van je wilt toch echt iets leren, dan zou ik het op deze manier goed inzetten. Nou, en dat is een beetje mijn analyse, dat ik daar dus echt grote verschillen tussen de sectoren zie. Ja. En ik zie ook grote verschillen in de wijze waarop men ermee omgaat, afhankelijk van hoe er naar de toetsing wordt gekeken. Dat is echt een bepalende factor. Ja, maar ik vind dat wel heel interessant inderdaad. En zeker gewoon in een tijdperk waar we best wel veel spreken over dat hele toetsing gedoe. Ik heb daar een mening op, maar ik ga me gewoon even vandaag even inhouden. Maar ik kom van een land waar er veel minder wordt getoetst dan in Nederland. Dus dat is echt voor mij echt elk schooljaar weer dat ik echt denk, zijn we weer aan het toetsen? Oké. Gevoel een beetje. En ook gewoon door al jaren te werken met digitale vaardigheden en digitale geletterdheid en veel meer project-based, dat ik zie hoe veel meer andere vaardigheden ook aan het licht en aan het bod komen. Precies. En als ondernemer kan ik je echt vertellen dat die vaardigheden
echt de vaardigheden zijn die ik ook nodig heb voor de mensen in mijn team en die ik zelf nodig heb om mijn bedrijf te runnen. Dus dan is het constant die afweging van, ja, weet je, is het voldoende? Doen we hier voldoende aan in het onderwijs? En het is alleen maar mooi om echt gewoon te zien dat toch weer erom, hè, dat aspect van toetsing toch een soort blokkade weer creëert. Hè? Gewoon aan onderwijsinnovatie in dit geval. Maar ook dan indirect aan het ontwikkelen van vaardigheden die essentieel zijn, en los van alleen de digitale vaardigheden, maar die essentieel zijn voor de behoeften die er zijn in een werkmaatschappij. Ja, 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 mooi gezegd. Echt precies waar ik dus ook de soort van knelpunten zie. En er ontstaan nu wel grote verschillen tussen de verschillende scholen en opleidingen. Ja. En hoe ze hiermee omgaan. Ik vind dan Erdinç Saçan ook wel heel interessant. Ken je hem? Hij spreekt ook veel over AI. Hij is ook gast geweest in een podcast. Ja, zeker. Ja. Oh, kijk aan. Ja, precies. En hij heeft volgende week komt zijn boek ook uit over AI. En wat ik mooi vind, hij werkt bij Fontys ICT. En daar hebben ze het echt anders georganiseerd. Waarbij... Ja, AI wordt gewoon in allerlei projecten gebruikt. Het is onderdeel van de opdrachten. Ze praten erover, ze doen er dingen mee. Ik weet zeker dat daar studenten afstuderen die gewoon daarmee capabel zijn om daarmee om te gaan. En die competenties hebben geleerd die relevant zijn om nu in deze beroepspraktijk te gaan werken. Ja. En dat bereik je alleen maar vanuit een vertrouwennarratief, niet vanuit een fraudenarratief. Nee, precies. En ook echt gewoon, hè, ik denk dat vertrouwennarratief gewoon echt super belangrijk is. En dat je ook die ruimte moet geven inderdaad om het ook, hè, ik wil zeggen, bewust te gaan gebruiken. Want ik vind ook wel dat we bij deze technologie echt wel ook de andere aspecten heel scherp moeten houden. En dat, hè, we begonnen daar ook mee in de podcast, hè, dat eigenlijk gewoon de eerste keer is dat de technologie zoveel andere vraagstukken naar boven brengt. Maar het is echt zo, weet je. 10 jaar geleden riep ik al, we hebben geen grip op onze digitale identiteit. En dat is nog steeds iets wat ik heel erg vasthoud, hè? Want dat is gewoon zo. We hebben geen enkele, ook al ben je super digitaal vaardig, kan je zelf gewoon niet terugtraceren in de digitale wereld. Op geen enkele manier. Precies. Er is gewoon, dus aan één kant hoop ik ook heel erg dat AI dat dan wel kan realiseren op een bepaald moment of een andere technologie, dat je wel gewoon volledig weer eigenaar wordt van je digitale identiteit. Want dat is op dit moment niet zo. En dat vind ik echt heel erg kwalijk. En dat is helemaal niet omdat ik dingen te verbergen heb. Maar ik denk gewoon aan al die kinderen. Gewoon die vanaf dag 1 door ouders foto's zijn gepost op social media. Met gegevens die niet gewoon goed zijn beschermd en dat soort dingen. Dus het is gewoon echt een vraagstuk waar ik ook echt wat kan van liggen s'nachts. Dat ik denk van, en met AI, wanneer gebruik je het, voor wat gebruik je, wat stop je erin? Want ja, weet je, ook wij als een bedrijf, ik ook gewoon, ja, management review of gewoon een jaarplanning, wat dan ook. Ja, die kan ik zo laten genereren door AI. Het is fantastisch, scheelt me echt gewoon vet veel tijd gewoon, hè. Echt top. Ja. Maar ja, wat voor gegevens geef ik aan de wijde wereld gewoon over mijn bedrijf en mijn bedrijfsvoering en wie komt daar tegen? En dan kan je wel roepen, ja, dat is niet heel interessant voor heel veel mensen. Ja, maar het zijn allemaal blokjes met elkaar. En als die blokjes gewoon wat vormen aan het einde van de rit, heb je wel iets dat gewoon misbruik kan zijn of heel erg interessant. Dus ik vind de bewustwording rondom dit is wel groter en groter. En dat maakt mij wel blij. Want indirect denk ik ook dat we straks ook burgers gaan hebben. En ook kinderen die nu aan het leren zijn, die straks onze burgers gewoon in de maatschappij gaan worden. Die gaan zeggen van, ja, maar wacht even. Dit ben ik. Dit is privé. Ja. En ja, top die technologie, maar we gaan het niet zomaar doen. Dus dat we uiteindelijk gewoon veel meer digitaal intelligent gaan worden daarmee. Ja, ja. En hopelijk niet helemaal worden ingehaald door de technologie. Je zal hier toch gaan zien dat er een herverdeling komt. En dat er ergens een kloof ontstaat en ergens een kloof versmalt. Ja. Wat ik het mooi vind aan de techniek van AI. Het democratiseert de toegang tot kennis. Enorm. Ja. De grootste consultantbedrijven hebben exact dezelfde tool als de ijskoman op de hoek. Ja. En als je het op een goede, slimme manier weet te gebruiken, kun je er echt veel uithalen. Er was een ijskoman, stond in het Financieel Dagblad onlangs, die met hulp van de AI erachter kwam dat op dinsdag
bepaalde smaken vaker gevraagd werden dan op andere dagen. Nou, dat bleek met een nabijgelegen ziekenhuis te maken te hebben, waar op dinsdag bepaalde operaties plaatsvinden. Nou, prachtig voorbeeld van hoe AI daarbij kan helpen. Maar ook van onderwijs tot zorg, tot overal beginnen use cases te komen. Het democratiseert. Maar het is ook een systeemtechnologie die ook een bepaalde markten weer op zijn kop zet. Ik denk dat er echt een heleboel bedrijfjes gaan sneuvelen. Ik denk ook dat er een heleboel nieuwe bedrijfjes gaan komen. En in het onderwijs dus ook. Er zijn bepaalde systemen die niet meer houdbaar zijn in deze tijd. Daar moeten we op gaan veranderen. Ga je die verandering niet kunnen maken, ja, dan ga je achterlopen met alle gevolgen van dien. En daar komt gewoon een herverdeling. Ja, en dat vind ik ook echt gewoon het hele interessante om dat te volgen en om te zien wat er gebeurt. En dan ook te denken van ja, ik doe al een deel en ik gebruik er al voor een deel, maar wat kan ik nog meer gaan doen om het gewoon te integreren, te incorporeren en dan ook nog gewoon en op soms op vraagstukken te komen dat je echt denkt van, maar dus oké, maar eigenlijk zou AI dat wel kunnen oplossen voor me. En dat je gaat zoeken en dat je denkt, er is nog geen tool ervoor. Hoe kan dat precies, nou? Precies, hoe kan dat? Ja, snap dus ik. Er is nog echt superveel te halen. En nou, we kunnen echt ook oprecht, ik kan dit gesprek over AI en juist gewoon van alle facetten echt denk ik met jou nog echt uren gewoon gaan volpraten. Maar we hebben wel een traditie bij de Teacher Tech Heroes. En als we de podcast afsluiten, sluiten we altijd af met de gouden tip. En okay. De gouden tip is een tip die eigenlijk dicht bij jouw onderwijshart zit. En die is voor de luisteraars. En dat mag. We hebben tips gehad voor de Tweede Kamer, voor de politiek, voor andere leraren. Maar als jij vandaag de afsluiting van dit mooie gesprek een gouden tip zou willen geven, wat zou het zijn? En dan over AI? Nou, je mag kiezen. Het hoeft niet over AI. Het is echt gewoon iets dat dicht bij jou en jouw onderwijshart zit. Dus het hoeft niet per se over AI te zijn. Nou, dan is mijn tip. Hoewel het het allermoeilijkste is om onderwijs meer in dialoog te zien met leerlingen en studenten dan als zenden, is het loslaten van controle. Als je echt wil dat je studenten of je leerlingen zich serieus genomen gaan voelen en dat je veel meer naar formatieve toetsen gaat kijken, dat AI geen bedreiging meer hoeft te zijn, laat de illusie van controle los. En dat is ontzettend moeilijk, maar dat is wel wat nodig is. Heb vertrouwen dat leerlingen en studenten intrinsiek allemaal nieuwsgierig zijn naar de wereld. Haak daarbij aan. En we hebben een heel systeem bedacht met plagiaatcontroles en toetsen en allemaal meetbare indicatoren waarin we denken dat we daarmee alles kunnen afvinken en dat iedereen alles maar leert. Maar als we even realistisch zijn, weten we dat eigenlijk voor een heel groot deel helemaal niet. Dus laat die controle los, ben kwetsbaar en dan kom je denk ik een heel eind. Nou, dat vind ik wel een hele mooie tip. En dat is weer zo'n tip die echt mensen aan hun nadenken zetten. Dus dat is ook wel echt een hele toffe. Ja, ik vond het super, super leuk om de podcast met jou te mogen opnemen. Dus voor de mensen die nieuwsgierig zijn, ook gewoon. Je kan het boek van Waren nog steeds kopen en lezen. Dus ik zou zeggen, gewoon laat je inspireren door deze boek. Maar je hebt echt meerdere boeken. Het is ook net recent toch nog een nieuwe, ook in co-creatie. Ja. Uitgekomen. Ja, als je echt denkt, ik snap er geen bananas van. Echt letterlijk gewoon, nou, dus Barend legt uit. Dus je kan je gewoon lekker gewoon verdiepen in de onderwerpen. In Jip en Janneke taal, zoals je dat mooi zei. We zullen ook gewoon in de show notes al die linkjes gewoon lekker delen. Zodat jullie ze niet hoeven op te zoeken. En Barend, ik wil jou enorm bedanken voor dit echt heel mooi gesprek vandaag. Jij ook bedankt. Super, dankjewel. Dankjewel. Joep.